ontdek tal van topmerken bij het vernieuwde Maddy's Mode. Velo, de e-bike aan huis, rijdt met je mee. Zelf zeggen dat u de enige vrouwelijke steenbakker bent. Hoe bent u erin gerold? Ik ben in 1995 in het bedrijf gekomen. Het is eigenlijk het bedrijf van mijn man zijn ouders. Mijn man heeft het dan overgepakt samen met mij. Van in 1995 tot in 2013 hebben we het samen gedaan. En in 2013 is mijn man jammerlijk genoeg overleden. En vanaf dan doe ik het alleen. Dus nu 9 jaar doe ik het alleen, de zaak. Maar u doet dat met passie? Ik deed het met passie en ik hoop het nu weer met passie te doen, ja, vanaf nu. En waarom die twijfel? Ik heb 4,5 jaar problemen gehad om mijn vergunning te krijgen en nu pas van vorige week heb ik ze definitief. Dus ik ben heel blij en ik hoop dat ik nu weer een nieuwe start kan maken. Ja. Een nieuwe start, niet in de beste economische omstandigheden. Brandstofprijzen, ja. Prijzen van de kolen... Hoe gaat u daarmee om? De prijzen zijn verdubbeld. Maar ja, wij gaan ook de prijzen van de stenen moeten opslaan. Dus dat is onmogelijk om zo verder te doen. En we hopen dat het wel lukt. Maar wij zitten ook voornamelijk in de restauratiesector. Dus ja, die werven blijven wel doen. Nu niet verder. Tot hier. Hier laten we een gat. En dan weer. Dus een gat. Ja. De afstand tussen het gewelf en de steen. En dan volgen we de evolutie van de kring. Dat stenen en dat kring. Wat maakt het zo plezant om hier te werken? Alles. Het is nooit niet hetzelfde dat je doet. Een goede sfeer, een goede bazin. De omgeving, komt er veel bezoekers. En een beetje klappen en ja, het is plezant. Net met uw collega Stenenvormen, jullie zijn wel goed op elkaar ingespeeld. Ja, dat moet hier. Hè. Dat is plezant als je op elkaar zien moet wachten en we weten wat we kunnen. En iedere dag is niet gelijk natuurlijk. Hè. Ja. Maar het is plezant als je op elkaar kunt inspelen. Ja. Maar jullie doen altijd dezelfde taak bij het Stenenvormen? Ja, bij het Stenen is altijd dezelfde taak. Maar Koen is nu bezig, ook in de oven, de opleiding, dat hij ook volledig proces kan meedraaien. Ja. Kijkt u er naar uit, naar de opstart van de oven? Ja, natuurlijk. Ja. Het is een tijdje alleen. Hè. Het is altijd plezant, het is weer iets anders. En je ziet feitelijk de afwerkingsschijn die je gemaakt hebt, dan zijn je fier op je product dat je gemaakt hebt. Hè. Okay. Kent u huizen waar het product wordt gebruikt? Ik heb er al gezien. Maar ja, velen van horen zeggen van de Kasteel van Haasdonk, hier Verhofstadt zijn huis daar. Hè. Theo Frank heeft die achter steen heeft voor de kerk van waar dat hij burgemeester is. Ja, dat is helemaal plezant. Ja. Plezant, ja. Okay. Wat is er zo uniek aan de stenen die u fabriceert? Ze worden nog met de hand gemaakt, volledig met de hand gemaakt, zoals ze over 300-400 jaar gemaakt werden. We bakken ze ook nog met steenkool, dus niet met gas. Dus daardoor hebben we die unieke kleurschakeringen ook in die stenen. Dus dat is het zo wat. Het is een volledig echte handvormsteen. Ja. En waarvoor worden ze gebruikt? In welke gebouwen? Voornamelijk kastelen, kerken, oude boerderijen. Dus daarvoor worden ze allemaal gebruikt. Ja. Meestal in de restauratie, ook af en toe nieuwbouw. Wat kunnen de mensen verwachten als ze naar hier komen? Zondag zetten we de deuren open van onze steenbakkerij hier. We doen begeleide rondleidingen. Ze kunnen een keer kijken hoe de stenen gevormd worden. We gaan even in de oven kijken, bovenop de oven, hoe dat de stenen gebakken worden. Dus gewoon een korte beschrijving hoe we hier nog te werk gaan, ambachtelijk en zoals over 100 jaar.